Ik hoop dat William iets verzonnen heeft voor een intro, want... Zou JP iets verzonnen hebben voor de intro? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van... Cinemaatjes! En deze keer hebben we gekeken naar... Let's Scare Jessica to Death! Uit 1971. Let's Scare Jessica to Death! Jessica en Snorremans en Bakkebaard. Bakkebaard, hij kan ook gewoon terugwijken naar Haargrens heten. Ja, ik zat nog te twijfelen, ja. Lang voorhoofd. Ja. Lang voorhoofd. Die zitten in een hearse. Ja, ik weet niet wat het is. Nederlands in Ecto woord. 1. Een lijkwagen. Een lijkwagen. Nou, en zij rijden dus naar een begrafenisplaats... waar Jessica afdrukken gaat lopen maken van deze stenen. En ze ziet daar... een heel vreemd meisje. En dan denkt ze ineens in haarzelf... kan dat beter niet tegen die jongens gaan vertellen... want ze zullen me toch niet geloven. Want Jessica heeft namelijk daarvoor in een inrichting gezeten... en ze wil natuurlijk niet meteen terug. Ja, ze wil gewoon de leven weer oppakken. En dat is precies wat ze gaan doen. Ze stappen dus in die lijkwagen... en ze rijden naar een dorpje... waar die vriend, Bakkebaard Hoogvoorhoofd... een huis heeft gekocht. En dat huis heeft een geschiedenis. Zodra ze daar aankomen... stapt Jessica vol goede moed uit en dan ziet ze alweer een meisje, denkt ze, op een schommelstoel zitten. En dan, als ze binnenkomen, dan blijkt er ook daadwerkelijk een meisje in dat huis aanwezig te zijn. Snorremans is meteen geïnteresseerd en ze gaan met z'n vieren verder leven in dat huis. Huisje. Het is... Dus God nog niet een huisbaas. Kast van een huis, zou ik bijna zeggen. Precies. Ja. Jessica blijft maar last houden van rare visioenen. Ze blijft elke keer dat meisje zien en het wordt steeds nader in haar hoofd. Maar ze durft die dingen niet te zeggen, want ze wil niet opnieuw teruggaan naar die psychiatrische inrichting. Nee, het gaat niet goed met Jessica. Dat blijkt heel duidelijk in... Let's Scare Jessica to Death! Ja, het gaat niet goed met Jessica. Nee. Ze hoort stemmen in haar hoofd, ze ziet dingen en dan blijkt dat toch niet. Of wel, want ook soms denk je, oh, er is wel een meisje. Nou, goed. Rare dingen in Jessica's hoofd. En zij vraagt zich ook steeds dingen af. Je hoort haar ook met zichzelf praten. Waardoor je echt het gevoel krijgt van, holy shit, gaat echt niet goed met Jessica. Ja. Sterker nog, je krijgt gewoon het gevoel, gaat het wel goed nog met mij? Ja, ja, ja. De film heeft een heel unnerving, dus een, ja, weet je wel. Unsettling. Unsettling sfeertje wekt het op. Voor ons als kijker. Ja, heel ongemakkelijk door ja. Dus inderdaad ook rare close-ups af en toe te nemen. Ja, en zooms. En heel dicht op te zitten. En een schappelijke scène, gewoon, oh leuk, ze zit aan tafel. Wordt dan in één keer naargeestig, omdat dus die camera zo raar gaat lopen doen. En het geluid vervormt soms, zodat het heel... Ja, ik zeg creepy. Creepy, naargeestig. Dus dat werkt allemaal, want het is een griezelfilm. Maar ik moet ook zeggen, het is ook voornamelijk een beetje een dramafilm. Want een je hebt psychologisch drama. Ja, een psychologisch drama, want je hebt te doen met Jessica... die ja, het een en ander heeft meegemaakt. We weten niet wat ze heeft meegemaakt. Maar het gaat niet goed met Jessica. Nee, het ging al niet goed met Jessica. En toen dat nieuwe meisje, die Emily, die dus daar bij hun komt wonen... die zegt dan op de eerste avond dat ze daar is... Oh, zullen we even een seansje doen, gewoon, ja. Gezellig. Ja, dat moet je niet doen. En je ziet ook die twee gasten, Snorremans en Hoogvoorhoofd Lange Bakbaarden, die zie je gewoon ook kijken van, dat moeten we dat doen met Jessica? Want alle twee weten zij van wat er aan de hand is met Jessica. Dat is zo kut dat die seance komt voor haar. Want dan gaat ze ook echt dingen horen die ze daarvoor niet hoorden. Dus het werkt heel goed hoe ze die film hebben opgebouwd. Wat ik gewoon wel minder vind aan deze film, als ik dat mag zeggen. Qua camerawerk vind ik het echt niet heel interessant. Daar ben ik het mee eens. Ja, als je lange scènes hebt, dan hebben ze misschien 2 camera shots. Ja. En dan zoomen ze wat in af en toe. En that's it. Maar op het moment dat ze het klein huiselijk drama proberen te vertellen. In die scènes... doet het camerawerk dus wel iets goed. Ja. Maar overal inderdaad is het film saai. Een saaie film. Maar dat doe je de film wel te kort, denk ik. Ja, maar daar ben ik het wel mee eens. Maar dan ben je als kijker van dit programma wel gewaarschuwd. Als je denkt, is dit al een goede film?
Ik vind het wel een interessante film, tot nu toe. Ik ook, want die Jessica, die gespeeld wordt door deze mevrouw, die heeft dat echt heel goed gedaan. Ik had het echt zo met haar te doen. Ze is psychotisch waarschijnlijk gewoon. Ja. En dat is ook wat de film denk ik wil vertellen. Ja. Terwijl de film daar wel een soort van horrorsausje overheen gooit. Zeker. Dan nog is het aan jou, de kijker dus, om te bepalen, is het in Jessica's hoofd of is het daadwerkelijk gewoon zo? Precies. En wie gaat haar uiteindelijk geloven? Ja, de kijker. En ja. Moet dat beslissen. Dus. Ja, dat is dat het. Dus. Dat is goed. Wat, ja. voor een film uit 1971 zou je kunnen zeggen, hij is ouderwets. En dat is hij zeker. Maar ik moet wel zeggen dat hij... Wij hebben een film een keer gedaan. Wat is het? Savage Weekend of zo. Ja. Ja, ja met heel veel erotische soft porno erin. Ja, ja. Ja. Ja, maar die voelt ouder aan ja. dan dat deze film nee, maar doet. Wat ik wou zeggen over, dat, over die actrice, zij doet dat echt heel goed. Zij speelt echt iemand die psychopathisch is. En ik kan erover meepraten, JP, want ik heb een... Je bent psychopathisch. Nee, ik heb een vriendin gehad. Ja, je weet het, weet het. En... Waar ik verliefd op was. Ja, dat is erg zat. Ja. Maar er zaten scènes in dat dus Hoogvoorhoofd haar vriend... Dat zou jij dan zijn. Ja, dat zou ik dan zijn. Haar vriend... Wacht even. Ja. Dank je. Haar vriend heeft het echt met haar te doen. Mm-hmm. En dan ga je dus echt afvragen. Ik denk dus echt dat het allemaal in haar hoofd is. Dat is mijn mening. Dat is jouw conclusie. Ja, ja want maar... ik voel helemaal met haar mee. Want ik weet gewoon... Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Dus ik weet hoe iemand zich zou kunnen voelen. Ja, maar dat doet de film, want het is goed. Ja, dat doet ze heel goed. Ja. Ja. En dan is het ook... dan is het minder horror. Dan is het eerder dramatisch. En dat is de film voor... Nou, ik denk wel zeker 60%. Nou, ik zeg gewoon 90%. Echt, dat sausje, dat kan gewoon... Dat is in haar hoofd. Dat kun je meteen al denken van... Oh, dat zit in haar hoofd. Ze doet dat echt heel goed, JP. Echt. Ja. Ik was overtuigd dat het die actrice echt niet deed goed het zeker goed. Daar ben ik het mee eens. Ik vond... het was een trip. Het was zeker een trip. Over die andere acteurs... Woody. Ja, Woody. Snorremans. Dat is het enige wat ik weet. Hoe heet die andere, weet ik niet meer hoe die heet. Duncan. Dat was het. Yes. Duncan, Emily, Jessica. Snorremans. En Woody. Ja. Die Snorremans, die had heel veel scènes waarin hij alleen maar vragen stelde. You believe in that kind of stuff? Toen dacht ik van, dat is echt makkelijk. Dat is gewoon net alsof je gewoon... Oh kut, ik heb het script niet gelezen. En dan, wie is dat? En wat doet hij hier? Ik dacht van, ja, zo kan ik ook wel acteren. Well. Het is gewoon een karakterschets. Wij hadden zelfs een... Er zitten momenten... Vini? Een karakterschets. Het is een hele goede karakterschets. Want er zaten zelfs momenten in, daar wil ik naartoe werken... Dat wij echt wel het eng vonden. Dat ik dacht van... Die soundtrack was heel... Die soundtrack was echt bizar. Ja. Want er zaten een paar van die gitaartokkeltjes de hele tijd doorheen. Dat je dacht van... Oeh, dat is heel erg jaren 60. En dan kwam er ineens weer zo'n... Dat je dacht van... Oeh, mijn god, waar gaat dit heen? Ja. En dan stopte de muziek. Oh, waarom is er nou geen muziek? Oh, kut. En dan zit je echt zo van... En dan bouwde het op. Intens, man. Ja, ja. En dan bouwde het op en dan stopte de muziek. En dan dacht je... En dan... Even voorbij komen, ja. Ja, echt niet normaal. Ja, gewoon. Die dingen die ze erin stoppen, zeg maar, vond ik heel goed qua opbouw. En daarom is het een echte... Ja, ik vind het wel een cinemaatje aanrader. Cinemaatjes? Ja, niet de allergrootste, maar ik vind het wel een cinemaatje aanrader. Ja, maar je moet het zien in de tijd. Ja. 71, wat ze hebben gedaan met het geld dat ze hadden. Want ze hadden waarschijnlijk niet zo heel veel geld. En met de acteurs die ze hadden. Het zijn er ook maar een aantal. Hebben ze toch iets gemaakt wat zo dusdanig unsettling is. En dit had op allerlei manieren fout kunnen gaan. Het raakt jou ergens gewoon. Ja, en dat komt zeker door die performance van die hoofdrolspeelster. Die doet het zo goed dat je dus wel er helemaal in meegaat. En wat ik dan ook knap vind, inderdaad, het is 1971. Nogmaals, we zouden hem kunnen wegschrijven als zijnde, hij is saai gefilmd. En dat is absoluut waar.
Maar hij pakt je op die momenten absoluut. En dan denk je, oké, ik zit nu wel te kijken naar best wel een knap gemaakte griezelfilm. Want dat is wat ze willen doen. Ja. Ze willen dat jij een naar gevoel krijgt. Nou, die en krijg de film, je. De film slaagt je. Daar absoluut. Dus daarom, daarom is het ook een aanrader. Al moet ik erbij zeggen, verwacht niet meteen de spectaculairste film die je ooit hebt gezien. Want dat is niet. Het is gewoon een jaren 70 film. Dat is het absoluut. Ja. Het is, we hebben eerder jaren 70 films gedaan, zoals bijvoorbeeld, deed het me een beetje aan denken, Last House on the Left. Ja, maar deed mij ook denken aan Requiem pour un Vampire. En dat zou niet de beste vergelijking moeten zijn. Maar dit is de allerbeste vergelijking. Maar dat is de allerbeste vergelijking, want... wat die film dan weer, wat die film niet goed doet... is, die probeert inderdaad heel veel dingen te vertellen met beeld. Ja. En dan is het verhaal niet belangrijk. En deze film heeft gezegd, nee, het verhaal is wel belangrijk. Het verhaal is heel belangrijk. Ja. En die doet ook zoiets. Die heeft er ook zo'n, die zou zo'nzelfde vaart kunnen hebben. En dat heeft hij ook. Alleen deze film doet er gewoon veel meer mee. We hebben vorig jaar ook zo'n, is dat vorig jaar of het jaar daarvoor? Christmas Evil? Ja. Ja. En ook niet meteen de allerbeste film. Daar is het helemaal niet. Maar het is wel een film die bijzonder is. En ja, dan moeten we hem toch aanraden. Dus dat hebben we bij deze gewoon gedaan. Hé, hey, Jean-Paul, mijn wijn is op. Ah, verdomme. Nee. Oh. Tot de volgende keer! Wie is de mol? Nou, die niet in ieder geval. Nee, dat is in ieder geval geen mol. Dat was de mol niet. En wie gaat de kill de mol?